Gisterenavond bracht Patrick een broodnodig bezoek aan het huis van Suzanne en Bastiaan, waar de spanning voelbaar was. Bastiaan worstelt met onzekerheid omdat hij niet precies weet wat er in Suzanne omgaat. Aan de andere kant voelt Suzanne zich ongemakkelijk, omdat Bastiaan behoefte heeft aan fysieke nabijheid, terwijl zij niet durft toe te geven dat de vonk niet helemaal overslaat. Patrick, altijd de wijze raadgever, noemt hen beiden te lief en geeft hen de opdracht wat tijd voor zichzelf te nemen. Een welkome tip, zo blijkt. Het gesprek met Patrick heeft bij Bastiaan meer emoties losgemaakt dan verwacht. Ik zit heel hoog in mijn emotie op dit moment. Ik moest even ontladen, deelt Bastiaan openhartig mee. De twijfels die hij heeft maken de situatie extra zwaar, en hij bekent dat hij na het gesprek even een traan heeft gelaten. Soms is het dan heel eenzaam. Terwijl Bastiaan zijn emoties verwerkt, geniet Suzanne van haar vrijheid en besluit ze in haar eentje een stadje te bezoeken. Toch blijft de kwestie van aantrekkingskracht richting Bastiaan een heikel punt voor haar. Dat vind ik wel belangrijk om te hebben, want ik ben niet op zoek naar een broertje, merkt Suzanne op. Na wat afstand genomen te hebben, komen ze s'avonds weer samen voor een etentje. Bastiaan is oprecht blij zijn vrouw weer aan de bar te zien zitten en ontvangt zelfs een liefdevolle knuffel bij het weerzien, wat hem euforisch maakt. Een nieuwe activiteit staat op het programma Jetskië. Een welkome afleiding naar de eerdere mislukte rondleiding op de olijfolieboerderij. Het gesprek tussen Suzanne en Bastiaan over de jetski-activiteit brengt echter wat ongemak met zich mee. Suzanne, die nog nooit eerder op een jetski heeft gezeten, vraagt zich af hoe het werkt. Na een spraakverwarring besluiten ze uiteindelijk toch samen op de jetski te gaan zitten, wat Bastiaan romantisch vindt. Helaas blijkt Suzanne minder enthousiast te zijn. Voor mij voelt het niet als een naar moment, maar voor mij is het op dat moment volledig functioneel. Er zit geen gevoel bij, bekent ze. Terwijl ze over de golven toeteren, wordt het avontuur iets te wild, waardoor Suzanne zich onveilig voelt. Ze nemen wat gas terug, maar de Jetski werkt niet meer mee, waardoor ze uiteindelijk doelloos op open zee dobberen. Suzanne is vastgeklemd aan Bastiaan en het hele avontuur valt flink tegen. "Het was om plat haags te zeggen, behoorlijk ruk", concludeert ze teleurgesteld. Het romantische Jetski-avontuur blijkt dus verre van het gedroomde uitje voor het stel.